Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Het lage drukgebied dat gisteren over ons land trok ligt inmiddels al boven het zuiden van Duitsland. Maar we hebben nog steeds wel te maken met die storing, want hij zorgt nog steeds voor de aanvoer van wolken en buien. Vanochtend vanuit het noorden op steeds meer plaatsen regen of een paar losse buien, de zon kan slechts af en toe doorbreken. Vanmiddag zien we de wisselvalligheid vooral via het midden en zuiden langzaam wegtrekken. En aan het einde van de middag wordt het vanuit het noorden dus droger. En misschien breekt dan nog even de zon door. Het wordt 10 graden in het oosten tot zo'n 13 à 14 graden aan zee. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog en de temperatuur begint langzaam te dalen. Halverwege de avond is het een graad of 7. Morgenochtend is het droog, maar misschien wel mistig. En in de loop van de ochtend neemt geleidelijk de bewolking weer toe, waarna er smiddags weer buien gaan vallen. Temperaturen zijn morgen hetzelfde als vandaag en ook de wind houdt zich vrij rustig. Zaterdag nog een enkele wegtrekkende bui en daarna van tijd tot tijd zon. Temperaturen wel laag, gemiddeld 11 graden. Zondag wordt waarschijnlijk een droge dag en ook de dag met de meeste zonneschijn, want vanaf maandag neemt de wisselvalligheid weer toe. Ik ben Michiel Scheverin van weerplaza.nl.